Wout Poels is een van de meest getalenteerde jonge wielrenners in Nederland en komt uit de gemeente Venray, komt uit Bitterswijk. Wout Poels is de hoop van de regio, en van de provincie en van Nederland. Wout is een neef van mij en bovenal een geweldige sportman die een eigen wil heeft. En die wil is, ik wil prof worden, en hij werd prof. Ja, Wout Poels is de zoon van Henk Poels en van Willemien Poels-Berde. En ja, Wout is de jongste van een gezin en we hebben drie zonen. Een vriendje. En sportief is die. Is heel lief, zorgzaam en grappig. Ja, ik ben Wout Poels uit Bitterswijk. Professioneel wielrenner bij Vakantvlei DCM. En hoogstwaarschijnlijk maak ik dit jaar mijn toerdebuut. Ja, het is een jongen die zich geweldig ontwikkelt. Het is een, naast het feit dat hij hard kan fietsen en mooi kan fietsen, is het een verdomd aardige jongen die heel open in het leven staat. Die weet dat er binnen de wereld ook veel meer is dan wielrennen. Die heel goed om zich heen kijkt, die weet waar het over gaat. En die heel serieus voor zijn sport leeft. Het is een geweldige jongen. En als je 22 jaar bent met die mogelijkheden, dat is geweldig. Ik geloof dat hij een jaar of 14, 15 was toen hij op de fiets ging zitten. En met zijn vader ging fietsen en met zijn broer Norbert. Maar ja, daarna is het natuurlijk heel snel gegaan toen hij bij de wielerclub kwam in Helmond. En ja, toen ging het bergop. Cor Vins, de trainer van hem, de jeugdtrainer, die zag al meteen brood in hem. Die zag dat hij een hele goede klimmer werd. Ja, eigenlijk ben ik door Norbert begonnen met fietsen, want hij, hij begon ermee. En ik voetbalde eerst nog bij BVV in Bitterswijk. En toen ging hij fietsen, toen kwam hij overal. Dat leek me eigenlijk ook wel mooi. En daarom ben ik eigenlijk begonnen met fietsen. Maar later na kwam ik eigenlijk pas achter dat het ook wel hard werk is. Hij is wel onbevangen, is hij wel. Hij is, ik denk wat dat betreft, een karakter niet. Dat hij, hij zal wel wat hebben, maar hij is veel gemakkelijk. Ik kan me wel eens mee opwinden, maar Wout niet. Wout blijft altijd rustig. Dat maakt Wout niet zo gauw gek. Een koersen vooral wat bergop ging in België, Oostenrijk, Spanje. Het ging gewoon heel goed. En toen merkte ik wel dat er meer in zat dan alleen amateur fietsen. Je zag aan Wout dat hij een mentaliteit had van potverdikke, ik ga ervoor. En je zag hem bergop gaan. Hij fietste als een. Ja, ik herinner me nog Peter Winnen als die geweldige klimmer uit IJsselstein. En ik herkende Wout in dat klimmen. Alleen Wout is een renner die gaat boven op de pedalen staan en die trekt aan zijn stuur en heeft een hele aparte manier van fietsen. Je zag dat het een grote renner zou worden. Ja, ik vind het altijd lastig om van jezelf te zeggen, maar ik denk wel dat ik een soort karakter heb om op die fiets elke dag te stappen en mijn prestaties neer te leggen. Bij alles wat hij doet, waar hij aan denkt, denkt dus eerst aan, is wel goed voor het fietsen. Zijn hele leven, zijn hele dag bestudeert uit trainen, rusten. En dat is allemaal voor het fietsen. Want hij is ook een van de weinige wielrenners die nog thuis woont. Mensen zitten in Lanaken, die wonen in Maastricht. Maar dat trekt hij nog niet aan. Of ze zitten in Spanje. Maar Wout woont nog al thuis. Het leven van topsporter is voor een heel groot gedeelte ook balanceren. Je zoekt naar dat evenwicht, maar je krijgt hetzelfde. Je moet het echt afdwingen. Ik denk dat hij Peter Winnen 2 kan worden. En misschien kan hij wel Peter Winnen plus 1 worden. Hij heeft gekozen voor het prof zijn. En dat betekent dat hij heel veel aandacht krijgt. En die aandacht die dwingt jezelf af door zijn prestatie. Dus hij is echt bedolven door journalisten uit het hele land en uit België. Van alle kranten van Nederland, van de Telegraaf tot de NRC, hebben grote interviews met hem gehouden. Pagina grote verhalen in de krant. Wout Poels begint langzaam maar zeker een bekende Nederlander te worden. En dat verandert natuurlijk iets in zijn leven. Ja. Leuk, hè? Nou, ik krijg er ook heel veel voor terug. Ik denk als topsporter, dat je ook wel als mens zit heel erg goed ontwikkeld. Je maakt heel veel dingen mee. Als ik zie waar hij zit in het buitenland en waar dat hij komt en met wie dat hij omgaat, nou, ze krijgen er ook heel veel voor terug. En ik denk dat ze daar in hun carrière nog een wielersport wel voor aan kunnen hebben. Je ziet wel altijd die topsporters er nou zoeken als ze uitgesport zien. Maar er zijn er voor die ook wel, toch wel heel goed terecht weten te komen. Ja, ik heb dan wel een vriendin. En die steunt me daar gelukkig ook wel in. Dat moet je ook wel hebben, want die is natuurlijk ook veel alleen thuis als ik altijd weg ben.
Maar ook mijn vrienden hier in Blitterswijk, die zijn ook nog altijd achter me. En in de winter ga ik altijd gezellig mee op stap. Maar in de Zoom kan dat natuurlijk niet, maar die staan wel achter me en dat is ook wel fijn. Ja, nou goed, je hebt natuurlijk wel minder tijd voor je eigen sociale omgeving. Dat is ook wel duidelijk. En het kan ook wel vervelend zijn als je op een verjaardag zit. Of je hebt visite thuis, dat je zegt, nou om 9:30, ik lig al op 1 uur of zo. Maar ik vond het zelf niet, die is echt hinderlijk. Nee, qua uit gewoon vind ik het niet zo heel erg. Ik vind juist al belangrijk dat je en een vriendje hebt en een vriendinnen. Dus dat is dan iets van mij en mijn vriendinnen. En ook van mijn andere vriendinnen gewoon ook niet veel jongens met. Dus op zich, dat vind ik niet erg. Maar net als, bijvoorbeeld als ik vakantie heb, dan vind ik het wel leuk om even iets met een vriendje te gaan doen. En dat kan niet altijd. Dan kan hij een hele week wegzien of moet hij trainen. Of... Wat wij gaan doen, is in ieder geval de emotie rond Wout Poels vormgeven op een wijze die ook hem aanstaat. Hij wil niet, en daar is hij nog te genoeg voor, dat er buiten hem een geweldige hype ontstaat. Waarvan hij zelf zegt, wat moet ik ermee? Dus we willen dat een goed overleg met hem doen. Nou, in de ondersteuning met de zorgen dat er vanuit Blitterswijk en Venray, maar ook uit heel Nederland, dat Wout straks, als hij door de Tour gaat rijden, dat ze ongeveer de helft van de weg vol staat met mensen in het geel, met die prachtige gele shirts die wij hebben laten maken. I love Wout. Ja, dit moet straks het beeld van de Tour de France worden. Overal langs de weg moeten deze shirts te zien zijn. En zo gaan we Wout ondersteunen. Het is niet niks wat hij doet. En het is toch een hele levensstijl wat je aanpast en wat je leeft. Het is heel anders dan een normaal leven. En het is niet altijd makkelijk, dus daar ben ik wel trots op hem, dat hij dat allemaal kan.